Goedemorgen. Vandaag gaan we naar Tokio. Oh, een vallen van hier tot Tokio. ja, deze weer. Hey guys, ik ben zo excited dat we gaan vandaag naar Tuindel. Eerst nog wat werk verrichten, maar oké, dit is de situatie. Ik ben, ik heb dit best wel vaker in de vlogs verteld, maar ik ben als kind heel vaak naar Duindelkamp geweest. Het was niet echt kamp, maar in de zomervakantie had je altijd 3 weken. En dan kon je kiezen 1, 2 of 3 weken dat je maandag tot met vrijdag naar Duindel ging met een soort organisatie. Ik weet eerlijk gezegd niet meer hoe het heet. Daar baal ik wel van, het was... Ja, heel bijzonder voor mij, want ik had toen een pas van Den Haag, de Ooievaarspas. En het was een pas en die kreeg je als je wat minder financieel, als je gewoon wat minder geld had thuis, zeg maar, daar kwam het op neer. En ik had de Ooievaarspas en door de Ooievaarspas kon ik gratis naar het museum met heel veel korting naar musea. En wij maakten daar heel erg gretig gebruik van. Dus we gingen altijd leuke dingen doen in het weekend naar, ja, gewoon met heel veel korting ik vond dat heel erg leuk. En dat Duindelkamp was dus ook, daar kon je met heel veel korting kon je dat doen. Nou, mijn moeder werkte fulltime, ze was single mom. Dus voor mij stond altijd de zomervakantie in teken van 3 weken Duindelkamp doen. Die eerste 3 weken. Zodat zij gewoon ook kon werken en zo. En ik heb daar echt zulke warme herinneringen aan. Ik vond Duindel echt het allerleukste ooit. Ik heb daar vriendjes gemaakt, ik heb daar heel veel lol gehad. Ik vond het echt heel leuk. Duindel was, ja, bij Den Haag... Ik woon natuurlijk altijd in Den Haag, dus het is daar relatief dichtbij. Volgens mij was het 20 minuten met de bus of zo. Maar goed, dus ik heb altijd daar al een hele warme plek in mijn hart zitten. Heb ik vaker over gehad in de vlogs. Hadden ze ineens een berichtje gestuurd van... Hey, ja, we horen daar al te praten over Duindel. Wil ze niet een keertje een weekendje naar Duindel, naar die camping? Ik wist dat er een camping was daar, maar ik ben daar nog nooit geweest. Wij deden dat niet, weet je. Dus vet leuk, hadden ze ons uitgenodigd. Dus dat gaan we nu doen dit weekend. Gregor, ik en Mila. En ik can't wait om haar daar al te laten zien ook. En Steve en Lisette gaan ook mee. Dus dat is heel gezellig. We kunnen vanaf 4:30 inchecken. Het idee is dat we haar dus ietsje eerder van de opvang hebben. Hij moet nu echt even knallen met werkdingen. We hebben hem tot en met maandag. Maar ik denk dat we zondagavond al naar huis gaan. Want volgende week best wel een hele drukke week. Moet maandag al dingen doen en zo. Twijfelen wel heel erg. We denken, oh, gaan we doortrekken op maandag. Maar ik denk dat ik het niet red qua tijd. Maar dat is ook oké. Maar goed, ik heb er echt helemaal zin in. Ook met haar. En zij is ook zo excited. Ze is al weken aan het praten over kwakerskwebbel. En dat ze de kikker gaat ontmoeten. Ik hoop dat het lukt, die meet and greet. Ja. Zo leuk, zoveel zin in. Moet nog inbakken hoor, maar goed, het is een weekendje weg. Dus. Maar eerst mijn werk, mijn werkzaamheden. Ik heb meerdere video's, vlogs, dingen, alles moet af. Dus ik ga nu even knallen achter de laptop. Yeah! Oh. Bijna vergeet te zeggen, ik heb dus op een gegeven moment, toen ik een jaar of 21 was, zelfs gesolliciteerd bij die organisatie. En ik ben toen aangenomen om toneelles te geven aan die kids. Dus zeg maar, degene waar ik zelf heen ging als kind... Had op een gegeven moment zag ik een vacature voorbij komen. Het was bijna een soort vrijwilligerswerk. Nou, ik vond het alleen maar leuk omdat ik er zo'n, zeg maar... Ik vond het zo leuk als kind. Ik dacht, nou, dit wil ik doen. En ze zocht een toneeldocent. Ik was natuurlijk altijd wel op toneel. Het was ik op een gegeven moment ook aangenomen. Maar ik weet niet meer wat de reden is dat ik het niet meer had gedaan. Er was iets... I don't know. Het kon voor mij niet meer doorgaan. Ik heb het toen moeten afzeggen. Maar echt, oh, dit is hoe leuk ik het vond. Dat ik dan, zeg maar, op latere leeftijd ook dan vrijwilliger daar wilde. Ah, god, hoe heet het nou ook weer? Ik weet het echt niet meer. Maar volgens mij bestaat het nog. Maar in ieder geval, ik weet niet wie het kent. Nou, in ieder geval, ik heb er echt alleen maar... Alle edit dingen af. 11:15. Yes. Receptenlijst. Eerst lunch. Ja. En we lunchen met het restje van gisteravond. Hallo. Thank you. Ach, lush Barbie. Lush Barbie, lush Barbie, lush Barbie. Yes. Mila wordt gek. Oké, video's zijn afgeëdit, we hebben lekker geluncht. Nu is het tijd om de recepten te gaan, in een rijtje te gaan schrijven in ieder geval. Voor ons kookboek. We hebben nu 50 recepten. Dit is iets, nou we zijn er denk ik 7 maanden of zo nu mee bezig, zoiets. Het idee was dat we hem
in Amerika soort van zouden afronden met de laatste dingen. Maar goed, toen everything happened. Dus het stond even on hold. Ja, het kookboek. Wat nou, al jaren vragen mensen, moeten ze niet een kookboek doen? En met gewoon de vaste dingetjes die mensen herkennen en zo. Dus hij zit er aan te komen. It's coming. Ik ga nu alles soort van in een overzicht maken. Naar de uitgeverij sturen. Naar onze fotograaf. En dan gaan we komende week hebben de eerste shootdag van recepten. En dan gaat de fotograaf kijken wat handig is om bij elkaar te shooten. We hebben Awisa als assistentie. Heb ik haar ingehuurd zodat zij die dag kan helpen. Dus dat, ja, dat moet allemaal denk ik wel goed komen. We gaan het ook gewoon hier doen in ons huis. Want ja, nou, het zijn onze recepten thuis. Weet je wel mee. Dus ja. I'm excited. Oké, de boodschapjes zijn er. We zijn even naar de winkel geweest. Kijk eens. Stroopwafel kruidnoot. Welke hadden we nog meer? De knetter kruidnoten. Die chocolade raspberry cheesecake. Ja, van de cheesecake. En dan cookie dough. En karamel zeezout. En dan paprika's. Noedeltje, just in case er is een supermarktje. En zo'n banaantje. Oh, daarmee zijn we zo groen. Maar ja, dit waren de meest gegeven. Dat dacht ik al. Ja, het is op de een of andere reden zijn de bananen tegenwoordig echt altijd knalgroen bij de supermarkt. Zakjes, soepstengels. Ik denk dat we wel voorzien zijn voor een paar dagen. Dit is zeg maar, dit is gewoon snack, maar dit is dan just in case, weet je wel. Stel, er is echt niks voor mij te eten. Los, prima. Wie is just in case? Just in case heeft een boek geschreven. Ja, dus ja, het is kut. En Voef had al bij, in Den Haag had hij al wat snackies gehaald ook. Ja, ik had maar niet die hele eten gedaan, maar dat nee. Blue cheese, ik denk dat niet. Nice. Oké, okay, yes. De receptenlijst af. 57 recepten. We gingen voor 50, dus we kunnen nog wat schuiven en passen en meten. Voef is alvast steekjes aan het inpakken. Ik ga nu voor mezelf ook inpakken. Het is 2:10. Tussen 3 en 4 gaan we Mila van de opvang halen. Alles loopt op rolletjes, denk ik zo. Ja. Yeah. Let's go, go, go. Oké. Okay. Beautyproducten die ik heb bewaard van mijn vorige tripje. Onder het mom van lekker makkelijk inpakken. Ik heb hier. Dit was van Mila. Oh, dat ik had er eigenlijk op moeten plakken. Ik weet het nog maar. Zonnebrand kreeg er al in. Make-up remover. Beetje douchegel. Creme. Een oorbel. Wat is dit? Ik weet niet wat het is. Ja, had ik er dus op moeten zetten. In ieder geval Mila douchegel en gewoon douchegel gezichtscreme. Nee, cleanser. Dit is gezichtscreme, dan kijk. Tonic. Kijk, make-up hack. Ik maak me nu op. En ik gooi het dan gelijk in het tasje om mee te nemen. Voordat ik alles erin dub. Nee. Gewoon een snel lookje. Dit is waarschijnlijk ook de komende dag gaan doen. We gaan ook naar het Tikibad natuurlijk. Daar ga ik me niet op maken. Oké. Outfit. Ingepakt en wel. Ik neem deze mee als tasje. 1 trui. Ik heb mijn beauty stuffs hier. 1 tasje met shirtjes. Ik heb 3 broeken. 2 korte en een legging. Echt zwart-wit, zwart. Dus de trui, dan heb ik mijn make-upjes. En dit is ondergoed en een badpak. En een pyjama. Nou, best wel snel goed gedaan. Al zeg ik het zelf. Ja, ja. Het wordt heel warm. Het wordt echt 24, 25 graden. Dus heel benieuwd. Ik twijfel over het jasje, maar ik doe het voor de zekerheid toch wel even. Oh my god. Ja, maar je kon hebben erop gehaald. En een slijpbaan met een... Oh, zeker wel. Oh, jawel, dat zou ik jou zeker laten zien. Ik moet wel. Als het mag. Een disclaimer. Of ik weet niet of jij met je lengte daar al in mag. We gaan het gewoon even vragen. We gaan het even vragen. Ja, vind ik een goed idee. Wil je dat, Mila? Ja. Ik ook. I'm excited. Oh, I'm so excited. Boep, boep, zijn onderweg naar het. Ja. Zeg het maar, Mom. The memories. Ja, lievertje. Weet je op het water? Nou, dat lijkt het op, hè? Want jij zit hier rechts, zie je water, toch? Ja. Ja, nee, maar de auto kan niet op het water raken. Hij kan wel door het water. Dit is ook echt gewoon old school. Dit is gewoon, dit verandert ook niet allemaal. Nou, nah,
Oh mijn god, onze ontvangst is met Rick de Kikker. Oh, zo cool! Oké, jongens, we zijn er. En wij hebben zo'n huisje. Kijk nou, er zit een duinvallei. Oh, kijk nou. Kijk jou eens! Kijk jou eens! Kijk nou hoe vet, hè, jongens, dit is het. Dat zijn onze spullen trouwens. Wat? Deze houdt de trap op? Dan pak ik dit af, ja? Je kan lekker chillen. Het sleuteltje heb ik niet. Oh, oh my god, dit is zo cute. Oh, oh mijn god, wat cool. Nee, kijk. Wacht, nee toch. Dat is echt heel erg leuk. Oh. Wauw, nee, dit is echt, ik ben helemaal onder de indruk. Dit is zo... Ik wist dit niet. Ik ben nog nooit in dit gedeelte geweest van Terro. Maar kijk even hoe fancy. Oké, fancy keuken hier. Het is een tent, hè? Maar het is gewoon super glamping fancy. Tafel. Ik zie een kinderstoel. Een bank. Nou, hier verwarming. Dan hebben we hier... Mama. Oh, ze hebben een klein bedje. Kijk. Bedjes. Twee bedden, één bed. Mama, mag ik dit timpelen? Wacht. Goed, daar is de slaapkamer. Maar hebben we hier... Is dit die bednest? Ja. Of hoe heet dat? Zo'n... Bedstee, zo'n... Oh, maar ik denk dat ik wel weet wie hier misschien wil slapen. Dan kan je er ook onder. En dan hebben we hier nog stapelbed, bed. Er staat een magnetron en hier is de badkamer. En als het goed is, zit er nog een tentje bij ook los. Dus gaan we even kijken. Hier. Oh, het is zo vet, Foef. Zo vet. Ja, dit is de extra tent. Kijk, dus daar is het huisje en loop je zo. En dan heb je hier dit. Dit is toch te leuk als je tieners hebt of zo. Die gewoon hier aan het chillen zijn. Echt lachen. Ja, dit is echt super leuk. Oh, helemaal tof. Zo. Wat chill dit. Oké, we zijn aan het lopen. We gaan naar de arcade. Of naar meneer Duindroom misschien? Ik weet het niet. We zitten in ieder geval Duinvallei. Het is Sweet Park in loopt. Kunnen we gewoon daar? Kijk, zo. Hoppakee, we zijn in Duindroom. Jongens, in mijn herinnering was dit echt gigantisch. Het is gigantisch. Play and Win, ja. Schaduwhuis was een van mijn favorieten. Maar dan ben je ineens groot en denk je, wow. Ik zeg overal bovenuit. Nee, we zijn er. Cheers! Pastaatje, ik heb hier de pesto. En Foef heeft de andere met bacon. Mila en ik delen een pastaatje. Heel veel gezinnen hier. En wat Duitse toeristen ook. We zijn in de supermarkt, even het regent keihard. We wilden echt naar de arcade. Maar het is zo groot. Het is echt een, ik dacht, er komt een heel piepklein winkeltje bij de camping. Maar het is echt een mega supermarkt. Hé, hey, kijk wat ze hebben van die lekkere, wat je op de camping. Dat soort lekkere broodjes. Oeh, real American. Maar er is ergens een Dunkin' Donuts hier. Ja, klopt. Er is ook een Dunkin'. En vers broodjes in de ochtend. Oh, ik ben blij dat we niet hebben gehaald bij de bakker. Liever hier dan. Oké, voor niks snacks mee. En speelgoed hebben ze ook echt heel veel. Het is echt gigantisch. Je kan hier allemaal lekkere, leuke snackjes en zo kopen. En gewoon kookdingen. Het regent, dus we hebben even dit gekocht. Heel even, check dit. Ze is een kikker. Oh yeah, oh yeah. Go! Kikkertje? Kikker, go! Wow. Oh, dat is echt een kikker. Maar waar is Mila dan gebleven? Ik weet het niet. Oh nee, oh boy. Nee. Oh nee, mama, die is echt... Yay! Het park is dicht. Let's go! Oh! Deze is goed gekeurd. Ja, oh yeah, oh yeah. En kijk eens wie er ook zit. Tante Lisette en oma Steef. Dit is mijn favoriet, deze. Jij gaat bijna winnen. Die kant, deze kant. Ik ga winnen. Jongens, de snacks. Steef en Lisette zijn nog heel eventjes wat gaan eten. Mila ligt op bed. Dit is de voorraad. We hebben wat mee, ze hebben wat mee. Het is de remix. Dit zijn die dingen van Gregor. Oh my god, dit is... I want to eat it all.
Nee, ik denk dat ik... Die vind ik heel lekker. Ik ben meer van het zout. Ik vind die heel lekker. Verder misschien wat nootjes of zo. Jeez, hij heeft 2 speeltjes. Dit is Wacken for Dream. S2S. Nee, grappig nou. Kijk naar deze barbaar. Niet zo handig. Kan dat? Dat is een dropveter. Nee, dit is een dropveter. No. Oké, ik heb mijn gezicht al gedaan. Oh, tanden gepoetst. Ik ga lekker slapen. Het is zo lekker hier. Oké, middernacht. Bedtijd. Wel te rusten. Bedankt voor het kijken. En tot morgen. Bye.